Oké, nou, ik ben hier aangekomen in Benthuizen aan het begin van de middag. En het is nog steeds heerlijk warm weer. We zitten in een prachtige pastorie van Benthuizen waar Peter en Marije tijdelijk mogen verblijven. Nou, het is wel mooi om even te zeggen. Peter en Marije zijn voor mij niet onbekend. We hebben elkaar denk ik ruim een jaar geleden ontmoet in Ecuador. Daar heb ik een aantal weken les mogen geven aan jullie kinderen. Mooie tijd ook om terug te zien. Maar goed, voor jullie wellicht, voor de kijkers zijn jullie wellicht nieuw. Willemieke, of zeg ik hem goed, Marianneke Ja. is er ook bij als TFC-lid. En we zijn ook heel benieuwd wat jij voor hen doet. Dus die vraag komt ook nog aan bod straks. Maar we beginnen even met jullie, Peter en Marije. Want jullie werken in Quevedo, de Dat klopt. gemeente in Ecuador. Maar wat zijn jullie taken? Wat doen jullie daar als zendingswerkers in Quevedo? Ja, nou wij werken daar als evangelist-echtpaar. Dat betekent dat ik evangelist ben van de gemeente van Quevedo. Dat is een van de vier zendingsposten in Ecuador. De jongste zendingspost. Er zijn vier zendingsposten. De oudste is eigenlijk al 25 jaar oud, Guayaquil. Ja. Puerto Viejo, Machala en Quevedo dan. Dat is de plek waar wij mogen werken. En wij werken daar eigenlijk aan, zoals dat dan heet, gemeentestichtingswerk. Dat betekent dat wij proberen het evangelie aan mensen te brengen, maar ook om ze samen te brengen in een gemeente. Ja. Om ze te onderwijzen door middel van de prediking, bijbelstudies door de week, de dienst op zondag. Maar ook met catechisaties. En ook besteden we aandacht aan de kinderen en aan de jongeren. En dat doe jij ook vooral, hè? Jongeren- en kinderwerk. Mooi. Ja. Ja, want jij doet dan bijvoorbeeld zondagsschool, of hoe moet ik dat bijvoorbeeld zien? Ja, klopt ja. De leidsters begeleid ik in het geven van de zondagsschool. Oh ja. En daarin, ik draai daarin ook zelf mee. En op de vrijdagavond ga ik met de jongeren om en begeleid ik hen in het muziek maken. Is er ook altijd een moment waarbij we stilstaan rondom de Bijbel en zingen en bidden we met elkaar. Ja. Mooi om te doen. Ja, Ja. ik heb er iets van mogen zien, maar dat was Ja. ook mooi om allemaal te zien en jullie passie daarvoor ook te zien. En jullie gunnen het ook echt om de mensen daar ook iets bekend te maken met het evangelie. Ja, dat is mooi om te zien. Goed, nu zitten we hier in Nederland. Jullie zijn volgens mij ongeveer een half jaar geleden naar Nederland gekomen voor verlof, als ik het goed zeg. Ja. Wegens corona is dat uitgelopen. Hopen jullie over een aantal weken terug naar Ecuador te gaan. Hoe is dat voor jullie om toch veel langer in Nederland te zijn dan je had verwacht? Lastig of misschien ook juist fijn om wat meer tijd te hebben om hier weer mensen te ontmoeten? Het is een beetje dubbel. Kijk, aan de ene kant, toen wij in februari vertrokken naar Nederland vanuit ons thuis, van onze woonplaats, hè, in Quevedo, gingen wij natuurlijk voor een periode van een kleine 3 maanden om hier in Ja. Nederland te verblijven. Nou, dat is inderdaad meer dan een half jaar geworden. En daar hielden we natuurlijk van tevoren geen rekening mee. Kijk, onze woonplaats en onze werkplaats en onze plaats waar onze roeping ligt, zeg maar, dat is Quevedo. Dus dat geeft wel, hoe zeg je dat? Verdriet natuurlijk, dat je daar niet kunt Ja. zijn. Voor de mensen die in de gemeente natuurlijk, die deel zijn van de gemeente, zeg maar. We kunnen gelukkig op afstand wel wat het een en ander doen, of best veel doen wel, maar goed, dat vervangt natuurlijk niet het plaatselijk aanwezig zijn. Nee. Nou is het wel zo dat we hier in Nederland, mogen we nu deze periode zijn. En we zien dat ook als leiding dat we hier deze periode mogen zijn. En proberen we dan ook te zoeken, zeg maar, om dan hier in Nederland, zeg maar, ook iets te mogen betekenen, zeg maar, Ja. in het Koninkrijk van de Heer. Want de Heer heeft ons ook met een bedoeling hier een langere periode geplaatst. Ja. Maar het blijft wel dat je het grote uitzien hebt om daar te zijn waar je roeping ligt. Daar, Ja. ja, precies. Daar ligt toch je hoofdtaak. Ja, daar ben je heen Ja. gegaan. Precies. Ja. Ja. In opdracht van God ook. Ja. Ja, Ja, dat vooral begrijp ik. rond de datums dat het weer werd uitgesteld. Ja, dan kwam het eigenlijk wel even binnen, ook bij de kinderen wel. Dat waren gewoon weer even lastige momenten ook. Ja, Ja. precies. Ja. Goed, nou is, ja, Ecuador ligt echt aan de andere kant van de wereld, kunnen we wel zeggen. Geografisch is er een afstand, maar ook qua cultuur.
zullen er vast verschillen zijn. Ook qua kerkvorming misschien en gemeente zijn. Hoe ervaren jullie die afstand en ook misschien die verschillen daartussen? Als je weer in Nederland bent, maar als je straks in Ecuador gaat, hoe is dat voor jullie om daartussen soort te zweven, zeg maar? Dus dat maakt dat het lastig om in twee werelden, zeg maar, ja. Ja, zeker. Ik denk dat, kijk, wij zijn nu al een langere periode wonen wij in Ecuador, 4 jaar. En dan ga je natuurlijk steeds meer zien van de cultuurverschillen, ook de, ja, die je op het eerste oog misschien niet gelijk opvallen. En je gaat ook de mooie kanten van de cultuur daar, die ga je ook eigenen, zeg maar. Dus dat betekent dat je zelf ook verandert onder invloed van de omgeving waarin je verkeert. Ja. En daardoor in deze periode in Nederland, hè, merken wij ook wel eens dat je, ja, je voelt je niet helemaal meer een Nederlander. Nee. Tegelijkertijd, ja, precies. Denken, ja. Ja. En tegelijkertijd ben je ook niet een Ecuadoraan. Dus je zit daar een beetje tussen. Ja, ze zeggen wel zoals een ei, hè, zeg maar, van buiten wit en van binnen geel gekleurd. Dus je bent eigenlijk gekleurd, zeg maar, van binnen. Ja. En waar is dan je thuis? En, precies. Waar voel je je dan thuis? Dat zit wel een beetje in het midden misschien. Ja. Hey, we hebben het echt hier prima, maar het voelt toch wel een beetje als logeren natuurlijk. Ja. Het is niet je eigen huis hier. Nee. Heb je in Ecuador, dus... Ja. En je mensen en familie heb je wel weer hier. Dus ja, dat is dan, klopt. Dus daar hebben we ook wel echt van genoten. Ja. Het is wel heel goed om banden aan te halen met familie, zeker. Ja. En aan de andere kant ervaar je ook wel weer op de lange termijn weer wat meer afstand naar de Ecuadoraanse mensen. De mensen van de gemeente. Omdat het gewoon heel lastig is om dat op afstand ook heel goed te houden. Ja. Jij zei het al iets over de kinderen, dat die dat het wel lastig vonden als die de datum van terugkeer weer uit werd gesteld. Hoe is het voor hen überhaupt om in het buitenland deels op te groeien? Ik denk wel ook wel heel waardevol, denk ik, want hun wereld is best groot, zeg maar. Is veel breder dan alleen dit dorp, Benthuizen, Nederland. Ja. Dus ze hebben echt wat van de wereld gezien. En dat is soms ook wel weer moeilijk, want we kunnen zo hen ook weer niet overal voor beschermen. Zij komen in aanraking met mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld armoede, mensen met problemen, gebroken huwelijken. Dat is onderdeel ook van hun leven. Ja. Ja. Aan de ene kant zeg je mooi dat ze in die zin meer ervaring opdoen en meer zien, maar ook misschien wel confronterend wel eens voor ze. En ook wel voor jullie misschien was lastig van hoe stuur je dat en hoe ga je daarmee om met elkaar ook. Ja, klopt. Ja. Oké. Ja. Mooi, dank voor jullie bijdrage ook en jullie openheid ook daarin. Marianneke, jij bent hier ook als TFC-lid, thuisfrontcommissielid. Wat zijn bijvoorbeeld jullie taken voor Peter en Marije die jullie voor hen kunnen betekenen? Allereerst... wordt gevraagd inderdaad voor het gebed. En dat probeer je inderdaad in de gemeente ook. Dat mensen daar van doordrongen zijn dat heel belangrijk is. Ja. Toen Peter en Marije uitgezonden werden, hebben ze ons een heel mooi boekje gegeven van James Fraser. Oh ja. Als je dat leest, dan zie je gewoon de kracht van het gebed. Zeker. Maar daarnaast zijn er gewoon praktische dingen. Bijvoorbeeld inderdaad als ze met verlof komen, zoeken naar een huisvesting, het huis klaarmaken voor als ze komen, als ze weer weg zijn, weer opruimen. Ja. In de tijd dat ze in Ecuador zijn, dan proberen we contact met ze te houden. Ja. De nieuwsbrieven, die maken ze zelf en die gaan via de mail, maar daar proberen we aandacht aan te geven dat die... dat er weer een nieuwe nieuwsbrief is. Ja. Ik denk dat dat een beetje de belangrijkste dingen zijn. Ja. Toch? Ja. Je benoemt gebed, praktische hulp en misschien ook een stukje bekendheid geven door middel van het aankondigen van nieuwsbrieven enzovoort. Ja. Van al het werk wat zij ook doen. Ja. Ja. Ja, en je probeert inderdaad met de verjaardagen van de kinderen, jullie verjaardagen, dan proberen we wat op te sturen. Ja.
gewoon. Ja. Zijn ook ja, waardevol. Toch meeleven, ja. Luisterend oor inderdaad. Door ja. Ja. Dat we een belrooster hebben. Ja. Oh ja. Ja. Ja, om zo een beetje connectie ook met de gemeente te houden. Dat is wel belangrijk. Ja. 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 Oké, okay. Nou, heel mooi. We danken ook voor jouw bijdrage hierin. En ik denk dat we hier hoop van kunnen leren. Nou, zo eens even hebben gehoord hoe het is om als gezin ook in het buitenland te verblijven. En nu dan deels ook hier in Nederland. Nou goed, ik hoop hier vannacht bij jullie te mogen verblijven. Ik hoor dat we straks dat mag, Henry. Dat gaan barbecuen. Dus wordt goed verzorgd hier. Dus dat is heel fijn. En dan morgen hoop ik naar Woerden te gaan en daar op het zendingsbureau in gesprek te gaan met mensen om ook te horen wat, ja, wat hun taken zijn en wat daar voor werk gedaan wordt voor het zendingswerk. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Nou, eigenlijk dat ik hier aanwezig mag zijn. En nou, wellicht tot ziens.